ik, ja, bij een opening hoort natuurlijk ook een woordje. En namens het college van burgemeesters en wethouders wil ik dat vandaag graag doen. Kijk, vandaag zijn we bijeen voor de heropening van de nieuwe Leemhof. En ik moet zeggen, het ziet er fantastisch uit. Het overtreft al mijn verwachtingen en ik ben er enorm trots op. De oude Leemhof, die is op 29 oktober 1988 geopend. En wat ik het heel bijzonder vind aan de Leemhof, dat de Leemhof al 36 jaar wordt gerund en beheerd door uitsluitend vrijwilligers. Dat was een hartelijk applaus voor al die vrijwilligers. Subsidie heeft gegeven, heel veel dank ervoor, provincie. Maar binnen de begroting blijven en binnen de termijn opleveren, dat kan alleen als er heel goed wordt samengewerkt. En dan wil ik mee beginnen met het, we hebben gekozen voor een bouwteam. Die een bijzondere prestatie heeft geleverd. En waar een bijzondere prestatie voor de gemeenschap, waar wij trots op zijn. En dit jaar is het eergevallen om die aan u te overhandigen. En dat doen we voor uw rol hier in de Leemhof. Maar de voordracht die ik heb gedaan richting het college van burgemeesters en wethouder, die is niet alleen ondersteund vanuit Stichting de Leemhof, waar u veel doet, maar ook vanuit de kunstuitleen Gent Verbeeld. Thanks for watching. Please like and share the video in social networks, and we'll be right back to you as fast as we can. And don't forget to give us a like.